Vandaag waren in Leiden de twee boegbeelden van de regeringspartijen. Minister-president Rutte was bij zijn partij voor de aftrap van de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. En Diederik Samson ging de wijken in met de lokale PvdA. Goeiedag. Diederik Samson. Ja. Dat zou kunnen. Hallo. Inderdaad, Diederik Samson komt ons vandaag helpen. Vergeet overigens niet dat Diederik een Leidenaar zelf ook is. En dus dat hij inderdaad vandaag ons komt helpen om samen met ons in Leiden-Noord met de mensen in gesprek te gaan en te vragen wat ze goed vinden aan een buurt en wat ze graag zouden willen verbeteren aan een wijk. U zei net dat het belangrijk is om de wijk in te gaan. Het is een motto van PvdA Leiden, maar waarom is dat zo? Ja, omdat je in de wijken hoort wat mensen bezighoudt. Waar ze zich zorgen over maken, waar ze zich boos over maken, wat ze van de politiek verwachten. Waar ze gelukkig van worden, is ook wel eens leuk om te horen. Drie keer raden waar uw collega nu is van de VVD. Die begon in Rotterdam, maar die schijnt ergens in het centrum zo meteen op te duiken. Hè? Meneer Lauw, die vandaag met Rutte op stad. Met welk verhaal lopen jullie hier over de markt? Nou, vooral om zoveel mogelijk Leidenaren te spreken en uit te leggen dat het 19 maart hoog tijd is om VVD te stemmen. Als je gaat voor een lagere belasting in Leiden, voor een nog mooiere binnenstad en een bereikbaar Leiden waar we hard aan werken. Eigenlijk kom ik hier ook vooral om te luisteren. En wat ik terughoor van de marktkoopmannen en vrouwen is dat de verkopen iets beter gaan. Dus je ziet dat de economie weer een klein beetje aantrekt. En ik sta hier ook natuurlijk om Paul Audy, onze lijsttrekker hier in Leiden, te ondersteunen in de campagne. En van harte hem aan te bevelen, omdat ik echt denk dat hij iemand is en zijn lijst die zich sterk maakt voor ondernemers, sterk maakt voor een veilige Leiden. Maar er valt voor Samson en Rutte nog meer te winnen in Leiden. Uit onderzoek van TNS Nipo werd vorige week duidelijk dat de gemeenteraadsverkiezingen bijzonder impopulair zijn. Naar verwachting gaat slechts 42% van de kiezers naar de stembus. Ja, laag, weer lager dan de vorige keren. Dat is een trend die al vele jaren zich inzet. Daar maak ik me ook zorgen over. Ik hoop ook dat het anders wordt. Ik hoop ook dat we nog in de laatste 3 weken mensen kunnen overtuigen van het belang van verkiezingen. En dat ik kan zeggen, maakt eigenlijk niet uit op wie je stemt. Nou ja, maakt natuurlijk wel uit op wie je stemt. Je moet op de Partij van de Arbeid stemmen. Maar ga in ieder geval stemmen. Ga in ieder geval naar die stembus. Want de gemeente gaat straks echt over uw zorg, over uw baan, over uw woning. Dat zijn belangrijke dingen. Oké, ik denk misschien kunnen we samen even een foto. Dat is helemaal goed. De regeringspartijen hebben zich bij de gemeenteraadsverkiezingen nog om een ander ding zorgen te maken. En dat is dat 70% van de kiezers de landelijke lijn volgt. En in de peilingen gaat het zowel bij de PvdA als de VVD nog niet erg goed. U heeft moeilijke keuzes gemaakt met het kabinet. Daar bent u niet altijd even populair om geweest. Is het dan wel zo verstandig om met de Leidse fractie hier door de binnenstad te gaan lopen? Als je naar de peilingen kijkt nu. Oh, juist. En de reacties zijn heel aardig van mensen. Want mensen zien inderdaad dat wij als VVD in moeilijke tijden verantwoordelijkheid hebben genomen. Mensen zien ook dat de economie weer iets beter gaat, dat hoor ik ook terug. Soms mopperen ze over zaken en dan hebben we daar een mooi gesprek over. Maar gemiddeld genomen merk je toch dat mensen zeggen, ja, ik snap heel goed waarom de VVD doet wat de VVD doet. Of de landelijke peilingen ook leidend zullen zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen, moet 19 maart blijken. Als de kiezer naar de stembus gaat.